Jullie zijn dus in de jungle geweest. En op een dag was er een of andere mysterieuze ontdekkingsreiziger. En die was eigenlijk ook op zoek. Ja, geef ze maar hoor. Die was eigenlijk ook op zoek naar vlinders en allemaal allerlei exotische insecten. En toen botste hij plots op die tempel. Die zag je natuurlijk nog niet zo uit. En hij dacht, allee, hij vroeg zich af wat de functie ervan was, wie het had gemaakt, waarom het helemaal overwoekerd was met oerwoud en zo. En hij heeft dan ontdekt dat de leider van dit project, Surya Varman was, dat is een Indische heerser. De tempel staat in Cambodja en hij is ongeveer 65 meter hoog en heeft een oppervlakte van een vierkante kilometer. Dus het is eigenlijk heel raar dat hij nooit eerder ontdekt was, omdat hij zo ongelooflijk groot was. Nu is hem helemaal, hierop is hem helemaal gerestaureerd en dient hem vooral als toeristische trekpleister. En veel Hindoes gaan er ook nog bieden. Maar ja, hij was dus eigenlijk helemaal overwoekerd. De functies van de Angkor Wat is, het was een astronomisch observatorium, dus we bekeken er sterren mee. Het was een weergave van de vier tijdperken in het Hindoeïsme. Een weergave van de hemelse stallen van Indra en het afbeelding van het universum, dus de vijf pilaren die je kan zien. Beelden eigenlijk onze wereld uit. Nu, we hebben een van de torens nagemaakt. Hier. Dus zoals Elise al heeft gezegd, is Angkor Wat een hindoeïstische tempel. Dus de godsdienst heeft eigenlijk een heel belangrijke rol gespeeld, vooral de goden dus. Hindoes noemen het gewoon Dharma en dat betekent eeuwige leer, eeuwige wet. Ja, dus de tempel, dat was dus het huis van die goden toen. En de gewone mensen die mochten daar eigenlijk niet leven, die leefden er buiten, in houten huisjes of hutjes. Dus oorspronkelijk was het een Hindoe-tempel die gewijd was aan de god Vishnu. Dat is de god die alle dingen in het universum doorbrengt en onderhoudt. En 100 jaar later was het een boeddhistische tempel, dus dat was eigenlijk al een beetje veranderd. En ja, vandaag is het eigenlijk gewoon het statussymbool voor Cambodja en het staat ook op de nationale vlag. Het is gewoon echt heel belangrijk omdat het zo groot is. Ja, even de torens apart, die hebben ook allemaal aparte betekenis. Je hebt de grootste toren in Riga, die staat dus voor het huis van de goden. En dan de vier anderen die staan voor de continenten die er waren en de oceanen. Dus die hebben allemaal nog een aparte betekenis. En in het geheel staat het universum. Vandaag gaan er ook nog heel veel Hindoes naar die tempel om te bidden. Ja, voor hun geloof zijn dat natuurlijk altijd heel belangrijk. Maar het is wel heel toeristisch geworden, dus het is wel aan het verminderen. Oké, dan mogen jullie naar het laatste puntje komen, als jullie willen. heel merkwaardig aan de tempel is dat hij eigenlijk midden in een moeras is gebouwd. Maar als iemand iets in een moeras bouwt of legt, wat gebeurt er daarmee? Dat zakt in en dat zinkt. En dat hebben we hier een beetje gedemonstreerd in een bak. Dus die steen, die is er helemaal ingezonken. Dus dat is midden in een moeras gebouwd. En zoals jullie hier misschien kunnen zien, hier is heel het oerwoud, maar hier de tempel. Maar die is niet ingezakt. En dat komt omdat die eigenlijk, de bouwers ervan hebben een hele gracht met water er rond aangelegd. Dat is een soort druksysteem waardoor dat de tempel eigenlijk niet wegzakt. Ja, dus de vraag is waarom willen ze dat dan net in een moeras bouwen? Dat moet wel een bepaalde waarde gehad hebben, die plek. We weten dat niet zeker. En wat daar dan ook bij komt kijken is, hoe komt het dat die een tempel helemaal is overwoekerd? Want als dat zo'n belangrijke tempel was, dan zou iemand dat toch moeten onderhouden hebben of zo. Maar dat is dus niet gebeurd. Er is een bepaald iets gebeurd waardoor dat eigenlijk heel die tempel vergeten is geweest. En we weten nog altijd niet wat.